Voor veel mensen is graffiti op muren en gebouwen een dagelijkse ergernis. Het wordt als ontsierend en verpauperend ervaren. Zoals dit voorbeeld op een straathoek in het centrum van Tilburg. Ze noemen het taggen. Ik ervaar het als sneu gedoe van een krabbelaar. Maar zo nu en dan kom je een andere graffiti-categorie tegen. Street art. Graffiti die gewaardeerd wordt als kunstvorm en op publiekswaardering kan rekenen. Zo vinden we op de muur van een vervallen gebouwtje in de spoorzone van Tilburg een aansprekend kunstwerk van Erik Veldmeijer. Wat bescheidener zijn, ook in de spoorzone, te vinden de charmante kunstwerkjes in de bovenrand van dit Rol 013 restaurantgebouw. Ook langs het spooremplacement zelf tref je werken aan waar in ieder geval ik opgewekt van kan worden. De gemeente Tilburg is actief bezig met het opfrissen van buurten. Een van de mogelijkheden om de openbare ruimte op te frissen is het stimuleren van muurschilderingen op blinde muren. Zoals een van de street art kunstenaars het uitdrukt: met een muurschildering geef je een cadeau aan de mensen op straat. Graffiti-kunstenaar Jan Heinsbroek is onder zijn artiestennaam bekend als Jan is de Man. Het werk van Jan is de Man is vaak een spel van wat er al op de muur te zien is en daarmee een grap uithalen. Op het oude blauwe UWV-gebouw heeft hij een NS-trein afgebeeld met een herkenbare kunst die daar vaker op te vinden is. Naar zijn eigen zeggen heeft hij hiermee een ode gebracht aan een van de meest favoriete plekken voor de artiesten om te taggen, treinen. Eerlijk is eerlijk een heel creatieve en humoristische vondst. Ik vraag me echter wel af of NS een algemene ode aan de treingraffiti onderschrijft. Zeker als je weet dat NS jaarlijks 10 miljoen euro kwijt is, alleen al aan het schoonmaken van de zonder toestemming geverfde treinen. Ik vermoed dat ze bij NS dit onder het kopje vernieling plaatsen. Naast de UWV-trein zijn in Tilburg ook het Lachend Huis en de Boekenkast aansprekende street art creaties van Jan is de Man. De al eerder genoemde Erik Veldmeijer heeft op een huis in de Rankenstraat 75 jaar vrijheid uitgebeeld in de vorm van een duif, die met donderend geweld door de zijgevel de vrijheid tegemoet vliegt. Zo, dit waren de XL-kunstwerken. Nu komt het echt grote werk, de XXL-categorie. We beginnen met een werk van Colin van der Sluis, de distels. Distels werden vroeger gebruikt om textiel op te ruwen. Daarmee verwijst het werk dus naar de textielindustrie die jarenlang heel belangrijk voor Tilburg was. Het kunstwerk beslaat een gehele muur van wooncomplex Cadentse Hoek. Het hoofdgebouw is 4 verdiepingen hoog, met een naar voren stekende uitbouw van 2 verdiepingen. Vanuit deze hoek gezien lijkt het kunstwerk één geheel. Rob Nas heeft op een lange blinde muur op de Albert Heijn XL parkeerplaats in de spoorzone een heel lang stilleven gemaakt dat volgens hemzelf refereert aan spullen uit de supermarkt. Collectief Tackle is op de hoek van de Lange Straat en de Wingerdhoek verantwoordelijk voor een gevaarlijke situatie. Een kleuter op een hele hoge stoel schenkt een flesje wijn leeg. Collectief Tackle wil hiermee op eigen wijze verwijzen naar de wijnkelders die hier vroeger waren. Tot slot een gigantische voorstelling van een meisje, schuine streep vrouw, met een uil
op een 6 verdiepingen hoge wand in de Tjeuke Timmermansstraat. Super A is de maker. Geen graffiti, maar wel leuk opvallend vanaf de straat, dit inkijkje bij Brasserie Refter.